Welkom bij ZZ Leiden TV, de tweede aflevering alweer van dit wekelijkse studioprogramma van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal vanuit de studio van Sleutelstad. Ja, iedereen heeft het ongetwijfeld al meegekregen afgelopen week. Sinds we de vorige uitzending hadden, Leiden won eerst thuis van een bal uit Limburg. En toen moesten ze naar de Apollohal in Amsterdam en ook daar werd gewonnen. Maar Leiden heeft ook verloren. Rolf Marcelis is afgelopen week overleden. En je kan hem met recht een clubicoon noemen. Iemand die heel veel gedaan heeft voor de sport in Leiden en voor de stad. En we gaan het over Rolf Marcelis hebben vanavond met twee gasten die aangeschoven zijn. Rianne van Kleef namens Sleutelstad en namens Zorg en Zekerheid Leiden, Marcel Verburg, de voorzitter. Marcel, kun jij uitleggen wat Rolf Marcelis voor Zorg en Zekerheid Leiden basketbal heeft betekend? Jazeker. Dan moet ik wel even teruggaan in de tijd. Wij zijn natuurlijk in 2006 weer gestart met het topbasketbal in Leiden. Na een afwezigheid van 20 jaar. En al heel snel werd het natuurlijk heel druk. En vooral de mensen die het verleden een beetje hebben meegemaakt. En met een sporthart. Die wisten al heel snel weer de weg naar de Vijf Mijl te vinden. En Rolf was daar één van. En hij was toen nog niet trouwens voorzitter van de LSF. En ja, in de loop van de tijd heeft Rolf eigenlijk allerlei hand- en spandiensten verricht voor de club. Dat was interviewer na afloop in de business lounge. Hij viel af en toe in als speaker in de hal. Daar komen we zo nog wel op terug natuurlijk. Voor Sleutelstad heeft hij denk ik de meeste uren in de Vijf Mijl doorgebracht. Maar niet alleen in de Vijf Mijl, want hij ging natuurlijk ook heel graag mee naar de uitwedstrijden. Rolf was gewoon een echte fan en in hart en nieren een sportliefhebber. En misschien binnen die sport nog wel het meest een basketballiefhebber. Want ik had het idee dat hij er graag was. En wij hebben natuurlijk in de loop der jaren allerlei dingen meegemaakt. In 2014 werd hij voorzitter van de LSF. In die hoedanigheid hebben we natuurlijk ook regelmatig contact gehad. En we waren het ook niet altijd eens, hè? Dat mag ook gezegd worden. Maar we kwamen er ook altijd weer uit. En met respect voor elkaar. En zelfs afgelopen zomer, afgelopen september, belde Rolf mij nog op van het lijkt ons toch een geweldig leuk idee om een documentaire te maken, met name over het seizoensjaar 2011. En daar was nog wel wat geld voor nodig, maar als we dat voor elkaar zouden krijgen, dan zou er een fantastisch verhaal ontstaan. En hij heeft mij daar wat van verteld en uiteindelijk was het financieel ook rond. Alleen, dan komt ineens zo'n bericht en dan houdt alles op. En dat was natuurlijk voor ons echt een donderslag bij helder hemel. We hoorden in september of in december natuurlijk dat het niet goed met hem ging. Mm-hmm. Dat was eigenlijk al voor ons heel verrassend ineens. En we hadden echt niet verwacht dat het dan ook nog met deze snelheid zo snel echt tot een definitief einde zou komen. En dat was echt wel een schok, mag ik zeggen. En iedereen kent hem ook, hè? Merk je, je hoeft de naam maar te noemen. Of ze zeggen, oh, dat is die man met dat microfoontje met die cavia erop. Hè? Ja, de hamster. Daar was hij misschien wel het meest bekend om in de Vijf Mijl. Ja, Rolf is echt zo iemand die een indruk op je achterlaat. Dat merk je ook nu, als je aan hem terugdenkt, dan eigenlijk. Het kan bijna niet dat hij er niet meer is. Zo'n indruk blijft er gewoon bij je hangen eigenlijk over zo iemand. Ik kan gewoon horen hoe die praat en hoe die doet. Dat is toch wel bijzonder. Dat hebben niet heel veel mensen, denk ik, die echt zo'n impressie achterlaten. Ja. Kun je er iets meer over vertellen, Rianne? Want je hebt veel met hem samengewerkt, ook bij Sleutelstad. Maar ja, Rolf deed veel in het Leidse en in de Leidse media. Wat kun je over hem vertellen? Nou, hij is in 2005 begonnen in het Leidse medialandschap, toen nog bij Holland Centraal. En uiteindelijk is daar een soort splitsing ook tussen Unity en Sleutelstad uitgevoerd gekomen. En vanaf 2012 is Rolf bij Sleutelstad actief geweest. En dan natuurlijk voornamelijk als sportverslaggever. Ik zelf ben pas in 2015 bij Sleutelstad gekomen en wel echt volledig de sport ingedoken. En daar was hij ook wel een soort van leermeester. En zeker op het gebied van basketbal. Want hij nam je dan gewoon mee naar die hal. En dan ineens hij ging zitten. En de termen die vlogen over tafel echt. Maar je begreep het wel eigenlijk na één wedstrijd, dat hij je gewoon even bijgebracht hoe basketbal werkt. Ja. En vooral ook hoe mooi het spel is. Want dat enthousiasme dat hij daarbij uitstraalde en hoe hij daarover vertelde.
Ja, dat is gewoon heel aanstekelijk. En dat is niet alleen bij mij gebeurd, maar ook bij andere mensen die hier met sportverslaggeving bezig zijn. Daarnaast deed hij ook voor ons ook ander verslag. Over roeien was ook echt een van zijn sporten. Maar ook andere dingen als we een keer nodig hadden. Zo heeft hij bijvoorbeeld in 2019 nog voor ons de tap toe verslagen. Mm. Echt live via Facebook waren we met een camera door de tap toe heen aan het lopen. Nou, en als je dan hoort wat voor een kennis en hoe die met al die mensen omgingen die hem ook kenden. En natuurlijk ook in zijn rol als voorzitter van de Leidse Sportfederatie kwam hij ook echt regelmatig bij ons dus langs van Rolf, kom even langs voor een interview. We moeten iets weten over dit. En dan stond hij daar gewoon een uur later. Dus echt heel betrokken, altijd vol met plannen en ideeën. Nou ook, Marcel, wat jij zegt over die documentaire, daar kwam die ook bij ons aan. En ik dacht, Rolf, ja, heel leuk idee, maar hoe ga je dat doen dan? En vervolgens ging hij het gewoon doen en was het in principe gewoon rond om dat te gaan maken. En dat tekent hem ook gewoon altijd dat positieve en dat enthousiasme en gewoon ervoor gaan. En ja, je deed er nooit tevergeefs een beroep op. Nee. Wij hebben echt wel eens momenten gehad dat op het laatste moment bijvoorbeeld Martin niet kon. Vertik hem aan. Je kan niet zomaar iedereen vragen voor een speaker natuurlijk. En Rolf, die deed dat dan. Een herinnering die ik heb was in de playoffs een keer in Martini Plaza. Marcel, dat was voor de livestreams. Men wilde dat eigenlijk toen ook nog niet. En toen hadden we gevraagd van, nou, mogen we dan een soort radioverslag doen? En toen hebben we dus Rolf en ik vanuit Martini Plaza op een livestream zo ergens op een krukje gezeten, helemaal tussen het publiek geperst, hebben we dus een live verslag gedaan van die wedstrijd. En dat ging ook van regelen, hè? Dat bij ons ook inderdaad, de finale in Zwolle zijn we dan naartoe geweest, 2019. Maar 2018 is hij ook met Hans, dan onze cameraman, naar Groningen geweest. Wel verloren, maar daar ging hij gewoon naartoe en dat ging hij regelen. En wat ik ook bij Rolf vind, hij was echt iemand die het leven gewoon leuker maakte. Want als hij vroeg van, kom je vanavond nog? En eigenlijk lag ik nog op de bank en dacht ik, nou, moet dat nou? Jij bent er ook al en er zijn al andere mensen. Maar en dan ging je toch, omdat hij het vroeg. En dan was het ook gewoon weer heel leuk en gezellig. En dan zat je weer in die business lounge tot de dichting. Tot laatst. Ja, met Rolf ook. Heel vaak met Rolf daar als laatste geweest dat we eruit moesten. Dat kreeg hij wel echt voor elkaar. Ja, en we zijn natuurlijk vanuit ZZ Leiden heel blij, hè, in deze mooie studio om ZZ Leiden TV te kunnen maken sinds kort. Rianne, wat zou Rolf er eigenlijk van vinden? Nou, ik ben wel blij dat ik hem in ieder geval de plannen nog heb kunnen vertellen. En hij vond het fantastisch. En natuurlijk ook heel jammer dat hij er zelf niet meer aan mee kon werken. Het woord dat mij altijd bijblijft van wat ik hem gewoon hoor zeggen is geweldig, geweldig. Op zijn Rolf manier. En dat vond hij hier ook echt van. Dus ook voor hem gaan we gewoon een heel mooi seizoen en programma ervan maken. Zeker, dankjewel. Marcel, mag ik jou het laatste woord geven? Ja, dat mag. En wat de rest. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, wij wensen Thea, de kinderen en alle naasten heel veel sterkte voor de komende periode. Dat zal niet makkelijk zijn. Het is een groot verlies. Maar nogmaals, we wensen hun heel veel sterkte. Marcel Verburg, dankjewel. Rianne van Kleef, bedankt. Onze volgende gast is aangeschoven en dat is de nieuwe forward van ZZ Leiden, Emmanuel. En nu ga ik het hopelijk in één keer goed zeggen. Enze Kwezi. Goed, perfect. Is dat goedgekeurd, ja, Emmanuel? Dat is goed gedaan, ja. Daar ben ik al opgelucht over. Welkom. Dank u wel. Hoe blij ben jij dat jullie weer mogen spelen? Super blij. Gewoon dat we weer kunnen doen wat we van houden, waar we van houden. En het was een beetje een tease, zeg maar. Want we konden met het nationale team wel doorspelen, maar dan met de club konden we niet, dus was het wel afwachten. Maar ik ben heel blij mee. Het is ook te zien, want het team heeft meteen drie keer gewonnen. We gaan het straks over jouw eigen spel hebben. Ik heb hier staan 3 wedstrijden, gemiddeld 25 punten en 10 rebounds. Ik zou dan zeggen, je zit goed in je vel, maar hoe zie je dat zelf? Ik zit best wel goed in mijn vel. De coach zet me in de juiste posities, mijn teammates, die helpen me ook heel veel. En de eerste voorbereiding heeft geholpen, weer 2 wedstrijden, daarna weer voorbereiding en weer kunnen spelen. Dus dat helpt ook wel. Dus vandaar. Gaat wel goed. Had je het verwacht dat je meteen zo bepalende speler zou kunnen zijn? Dat je natuurlijk je eerste jaar eigenlijk in Europa, je komt van college uit Amerika. Ja, ik had het best wel verwacht. Ik weet wat ik kan doen, maar het gaat om de team en ik ben er gewoon blij. Als we 3 wedstrijden hadden verloren, zou ik niet zo blij zijn. Het gaat om de wedstrijden winnen en de rest is oké.
Rest komt vanzelf. Ja, dat hebben we gezien. Hartstikke mooi. Want we zien je, ja, we gaan er ook wat highlights af en toe in deze uitzending erin monteren. En dan zien mensen je eigenlijk van alles doen. Hè. Je pakt steals, je gaf een mooie assist laatst op Marijn, van een hele mooie play. Ja. Maar je schiet ook 3-punters. Ja. Nou, kennen wij je uit je college tijd natuurlijk niet heel erg goed. We zien jouw beeld. Hè. Je bent groot, je bent sterk, je bent lang. Maar mensen zien je ook 3-punters schieten. Is dat vrij nieuw dat je dat kan of doe je dat al langer? Ik doe dat al langer, maar ik zou zeggen dat in college dat ik het niet zo veel heb gedaan. Ik kon het wel, maar ik deed gewoon andere dingen. Gewoon inside meer, driven meer. Maar nu meer aan mijn 3-punten gewerkt. En ja, vandaar dat ik gewoon heel comfortabel ben om te schieten nu. Wat betekent dat voor de verdediging? Dat jij zowel kan van afstand kan schieten en kan driven en kan offensive rebounds kan pakken? Dat ze gewoon erop moeten letten dat ik niet alleen inside ga spelen, niet alleen ga driven, ook kan schieten. Dus dat ze dat de defense gewoon goed op moet gaan letten, ja. It helps the team gewoon met spacing. Absoluut, ja. Absoluut. Heb jij... Je hebt 4 jaar college gespeeld, hè? Ja, 4 jaar. Iets andere regels, iets ander type tegenstanders, andere competitie. Zijn er aanpassingen geweest die jij in je spel moet doen nu je in Europa speelt? Ik zou zeggen dat in college is het fysiek, maar ik denk dat hier de scheidsrechters laat je meer doen hier. En ja, dat helpt wel, want ik hou veel van fysiek spelen. Dus dat zie je ook in de fouten en zo tegen mij. En dat is daar. Dus voor jou, ja, je kan ook in de verdediging kun je dus je fysieke kracht benutten, omdat de scheidsrechters laten dat tot op een bepaalde hoogte toe. Mm-hmm. Je komt inderdaad ook veel op de vrije worplijn en je trekt ook veel fouten. Mm-hmm. En je vrije worp confidence is goed volgens mij, toch? Je schiet best goed. Jawel, is wel, maar dat kan nog altijd beter. Ja. Meer focussen en dan gewoon vrij punten. Is dat, is dat iets waar je op kan trainen of moet je dat juist niet? Moet je dat gewoon laten gebeuren? Gewoon? Nou, je moet er wel op trainen. Gewoon door blijven schieten. Gewoon, gewoon meer schoten nemen van de free throw line. Ja, gaaf. Je schetste net al, je bent heel blij dat jullie weer kunnen spelen. Nou, tegelijkertijd. Je vertelde net aan mij, je woont met je vrouw in Voorschoten, maar je kan natuurlijk niet uit eten, je kan heel weinig doen. Ja. Zijn er dingen die jij of met haar, als je niet hoeft te trainen, als je niet hoeft te spelen, die jullie doen om toch een beetje de tijd door te komen? Ja, we spelen zo'n Monopoly spelen we, maar een speciaal heet het Monopoly Deal. Uno spelen we, veel films kijken, gewoon lopen. Gewoon wandelen in de bos en zo doen we. Dat doen we best wel. Hoe is het voor, zij is Amerikaans, hè? Hoe is het voor haar om in Nederland te zijn? Jawel, ze heeft het heel erg naar haar zin, maar ze heeft nog niet Nederland echt kunnen zien. Omdat alles bijna dicht is nu, sinds we hier waren. Dus. Ja, dat is jammer, ja. Als we eens kijken naar hoe het team speelt, wat onder andere opvalt, is dat heel veel spelers kunnen pasen, kunnen driven, kunnen ruimte creëren. Jullie delen de bal echt met elkaar. Zou je ook zeggen dat de filosofie van jullie als team is, van echt sharing the ball? Oh ja, zeker. Coach Geert, hij zegt altijd dat één op één kunnen we onze tegenstanders, one-on-one kunnen we gewoon altijd scoren wanneer we willen. En daar ben ik heel erg mee eens. Maar om gewoon samen te kunnen spelen en zoveel assists te hebben elke wedstrijd, is gewoon echt mooi. En laat gewoon zien dat we niet selfish zijn, dat we gewoon elkaar willen gaan helpen en het belangrijkste de wedstrijden willen gaan winnen. Dus. Nou, het komt ook heel mooi over als we jullie zien spelen, die chemistry die jullie al hebben. Ik hoorde laatst een andere coach zeggen van, goh, misschien om niet om je vast te pinnen op welke positie je moet spelen of zo, hoor, maar misschien is Emmanuel uiteindelijk misschien ook wel meer een 3 dan een 4. Heb je daar zelf een idee bij? Voor mij, ik denk dat de basketbal zo, ik zou Engelse woord gewoon, het heeft... De basketbal is nu evolved, dus ik denk dat positie is wel belangrijk, maar niet echt zo erg als vroeger. Voor mij, ik speelde mijn sophomore year in college, speelde ik de 3. Je tweede jaar? Ja, mijn tweede jaar speelde ik de 3. Derde jaar de 4. En de vierde jaar 4 en de 5. Dus
ja, ik kan die positie wel spelen, maar nu maakt het echt niet uit. Het maakt gewoon uit wat de matchup is, mm-hmm. waarmee ik de team het beste kan helpen. Dus ja, ik maak me niet heel erg druk over welke positie, 3, 4, 5, dat maakt me heel druk over. Dus. Positionless basketball, hè? Precies, daar hebben we het wel eens over gehad. Ja, mooi, mooi. Er was laatst ook een interview met Marijn Ververs, jouw teamgenoot. Hij had het inderdaad ook over de chemistry in het team, gewoon de persoonlijkheden, hoe jullie met elkaar omgaan. Hoe is de sfeer voor jou in het team? Oh, heel goed, heel tussen goed. De jongens, ja? We hebben 2 nieuwe spelers erbij gehad en we zijn heel goed voor het team ook. Iedereen is gewoon een goede locker room. Dat is ook heel belangrijk. Goede chemistry erbij. Niemand heeft iets tegen elkaar. Iedereen is gewoon samen en ja, we houden er wel van. Wie heeft de meeste praatjes? Wie is het meest aanwezig? Ik heb wel een idee, maar wie maakt de meeste grappen? Worthy wel, hè? Dat dacht ik al. Grappen, ja. Mm-hmm. jij lijkt me een rustig iemand. Is dat zo? Of? Niet echt, nee. Nee, je bent wel, nee? Nee. Soms ja, maar ik ben gewoon mezelf en Nee. Oké. Okay. Ja. En volgens mij een goede eigenschap. Ik zag je na een hele mooie actie. Je ging op de break en je werd hard gefouled, maar je kreeg toch nog de bal erin. Dat was tegen Weer, denk ik. En dat je echt je spierballen, of was het tegen, je spierballen flexte. Ja, dat je echt was echt een hele sterke move. Omschrijf die situatie nog eens een keertje. Ik kreeg de bal, toen ging ik omhoog en toen werd ik gefaald. En was wel moeilijk om te finishen, maar toen kreeg ik het eigenlijk in de basket. En toen ging ik gewoon flexen van, hey, ik ben te sterk, zeg maar. Ja, absoluut. Ja. Dat geeft energie. Dat geeft veel energie. Fantastisch om te zien, ja. Kijk je beelden terug, ook van jezelf of van een wedstrijd? Of zeg je, het is geweest, we gaan door? Of? Nee, ik krijg zeker wel de wedstrijd terug, ja. Waar let je dan op? Wat ik beter kon doen, welke schoten ik heb gemist. Waar ik beter kon zijn op verdediging. Waar ik misschien toch wel misschien extra paas kon maken. Beter een balschema moest zetten. Welke rebound ik kon pakken. Dus zulke dingen. Okay. Heel kritisch op mezelf. Ja, ja. Als je nou zo kijkt naar die eerste 3 wedstrijden. Als je er 1 ding uit zou moeten pakken. Dat je zegt, daar denk ik dat ik me nog goed in kan verbeteren. Wat zou je beter willen doen? Dus in onze ballscreen defense denk ik dat ik soms een beetje meer agressief kan zijn. En en dan agressief zijn en dan sneller teruggaan. Ja. Denk wel dat gaat helpen. Coach zegt het ook wel eens over ons bigs. Dat we agressief moeten zijn en dan weer snel terug moeten naar onze eigen man. Dus. Gaan we opletten. Ja. Lijkt me een goede tip van hem. Een van de laatste dingen, je noemde het al even in het begin, Emmanuel, dat je hebt kunnen trainen destijds met de Orange Lions. Je was ook mee, hè, volgens mij, naar Istanbul. Ja. Kun je dat eens omschrijven? Hoe gaat dat in zo'n Nederlands team? Je bent nu ook international bij de senioren. Je hebt bij de junioren ook al veel succes gehad. Ja. Hoe is dat om bij het grote Oranje te zijn? Dat was mijn eerste keer, dus het was een goede ervaring. Ik heb de eerste wedstrijd tegen Zweden kunnen spelen. En het is heel mooi om op de veld te kunnen zijn en Nederland te representen in de voorbereiding voor de EK en de kwalificaties. En ik zie mezelf wel in de toekomst weer voor Nederland te gaan spelen. Dus. Dat hoop ik ook, ja. De selectie zal nog bekend moeten worden gemaakt, hè? Want de laatste window is eind februari. Dan gaan jullie naar Ankara om nog 2 keer te spelen. Ja. Kroatië en Zweden, hè? Ja. Laten we ervan uitgaan dat je geselecteerd wordt. Dat is natuurlijk al, weten we niet zeker, want er is veel competitie, zeker, ja. Er zijn veel goede jongens. Precies. Maar goed, wat denk je? Hoe zijn de kansen van Oranje om het EK te halen? Ik denk dat we een heel goede kans hebben om het EK te halen. En ik ben wel blij dat ik erbij was. En ik ga alles om doen om er weer bij te kunnen zijn. Dus ja. Hoe jong ben je nu? 23. Als we een beetje geluk hebben, ben je 10 jaar, 15 jaar misschien wel international. Dat zou fantastisch zijn. Ja, precies. Ik heb genoeg tijd. Ja, zo is dat. Maar ik kan me voorstellen dat je ook gewoon nu één keer eraan hebt geroken. Hè? Zoals ze dan zeggen, precies, dat je gewoon iedere keer graag bij het team wil zijn. Mooi. Heb ik nog iets gemist? Is er nog iets wat jij nog tegen de fans wil zeggen misschien? Jullie spelen zaterdag tegen Leeuwarden. Deze uitzending is voor die tijd op televisie.
Wat wil je tegen de fans zeggen voor de wedstrijd ZZ Leiden tegen Aris? Dat je ons op de livestream kan kunnen kijken en hopelijk weer nog een win kunnen krijgen. Mooi zo. Nou, we gaan weer op jou letten. Dankjewel, Emmanuel. Dankjewel. En we zien je bij de wedstrijd. Yes, yes. Aangeschoven is bestuurslid van Zorg en Zekerheid Leiden, Niek van Bemmel. Hij is bestuurslid communicatie. Welkom, Niek. Dankjewel. Ja, we hebben dit item gedoopt Corona en Topsport. Ja, we komen daar natuurlijk niet omheen. Ja, helaas is dat het geval, ja. Gelukkig kan er wel weer topsport plaatsvinden. Daar zijn we natuurlijk in ieder geval heel erg blij mee. Kun jij ons iets meer vertellen over de voorwaarden waaronder dat mag? Waar moet je aan houden en hoe gaat ZZ Leiden daarmee om? Nou ja, ten eerste inderdaad heel blij dat we weer kunnen spelen. En dat er mensen kunnen genieten van het basketbal dat het team speelt. Er zijn nogal wat voorwaarden waaronder we kunnen spelen. En eigenlijk kun je die in twee categorieën indelen. De eerste is eigenlijk wat de spelers moeten doen. De tweede is wat de omstandigheden in de hal moeten zijn. Mm-hmm. En dus als je naar de spelers kijkt, als die opstaan elke ochtend, moeten die eigenlijk al bij zichzelf denken van, nou, hoe voel ik me? Moet ik hoesten? Heb ik hoofdpijn? Ben ik kortademig? De dingen die je van een gezondheidsverklaring, dat lijstje moet je even afgaan. Als een van die dingen het geval is, dan moeten ze de teammanager opbellen en zeggen van, joh, ik voel me niet zo goed. Ik wil eerst getest worden voordat ik weer aansluit bij de groep. Nou, dat is een belangrijk aspect, hè? Dus de triage die ze zelf moeten ondernemen. Daarnaast het meest belangrijke, het meest in het oog springen is wel het testregime wat de spelers moeten ondergaan. De spelers moeten minimaal 2 keer in de week getest worden. Mm-hmm. En dat is altijd binnen 24 uur voor een wedstrijd. Mm-hmm. Nou, zijn er meer wedstrijden in een week, wordt er ook meer getest. Dus dat is best ingrijpend voor de jongens. Maar het is wel noodzakelijk. En dan als laatste, dat is ook best wel een moeilijke. Ze moeten toch in een soort van bubbel leven. En mm-hmm. Nou ja, we kunnen niet een NBA-bubbel creëren zoals ze daar gedaan hebben vorig jaar. Maar ze moeten zich wel terdege bewust zijn van, ja, met wie ga ik allemaal om buiten de mensen in het team, de spelers en begeleiding. Nou, en je ziet dat dat eigenlijk heel goed gaat, dat ze daar best wel aan houden. Mm-hmm. Dus naast de impact op spelers moeten we ook kijken van, hoe zijn de omstandigheden, hè, in de hal? Mm-hmm. Voor een wedstrijd heb je vrijwilligers nodig. Nou, die moeten allemaal verplicht met mondkapje, moeten allemaal verplicht hun handen ontsmetten. Ze moeten ook een gezondheidsverklaring invullen bij binnenkomst in de hal. Dat doen ze via een QR-code. Dan hebben we spatschermen voor waar nodig is. Dus onder meer tussen de filmers, maar ook bij de jurytafel. Scheidsrechters, die moeten ook getest zijn. Mm-hmm. En natuurlijk houden we 1,5 meter afstand buiten om het veld. En wordt alles ook zo goed mogelijk ontsmet elke keer. Dus die twee dingen samen zorgt eigenlijk dat je een zo veilig mogelijke omgeving creëert voor de sporters. Ja, een hele operatie. Het zijn ook inderdaad ook, hè, met looproutes is ook helemaal rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld als wij er zijn voor de livestream, ja, dan mogen we ook niet te dicht op het veld komen. Helemaal terecht natuurlijk. Ja. Ja, ook dat is helemaal aangegeven. Ja, klopt. Er zijn een soort van zones in de hal waar je wel en niet mag komen. Zone 1 is waar de spelers en het team zich beweegt. En daaromheen zijn een aantal zones waar dan vrijwilligers en media zich bewegen. Nou hebben we inmiddels ook de avondklok. Hè? Je moet voor 9 uur moet je binnen zijn. En op een gegeven moment, wat is het, 5:30, 6:30 morgens, dan mag je er weer uit. Heeft dat nog gevolgen voor alles rondom trainingen, wedstrijden? En denk bijvoorbeeld ook aan vrijwilligers, mensen die toch op pad moeten om bij die wedstrijd te kunnen komen helpen. Ja, dat is wel een goede vraag. We hebben wel wat dingen moeten aanpassen. We hebben de tijden van de training bijvoorbeeld iets aangepast, zodat de spelers niet onnodig na 9 op straat hoeven te zijn. De wedstrijden zijn op zaterdag en op woensdag om 8:30 en 8:30. Die tijden zijn voor ons toch ongewijzigd. We hebben ervoor gekozen om het betalende publiek niet in verwarring te brengen met andere aanvangstijden. En van het NRC en NSF hebben we begrepen dat wij voor vrijwilligers wel een werkgeversverklaring mogen uitgeven. Dus samen met een eigen verklaring en die werkgeversverklaring mogen zij dan ook na de avondklok op straat zijn. Wat vinden de spelers van dat testen? Want is het met een wattenstaafjes en tranen in de ogen? Of ik weet, kun je iets vertellen over hoe zo'n test precies werkt en wat vinden de spelers ervan? Ja, dit is een sneltest. Ze krijgen een stokje in een soort wattenstaafje in hun neus. En daar wordt wat vloeistof overheen gegoten. En ja, met die vloeistof geeft het een bepaald kleurtje aan op de test, zo'n testdoosje. En dan kan je zien of iemand negatief dan wel positief is. En spelers vinden dit niet leuk.
Maar ze snappen het wel. En ze hebben het er echt wel voor over om te mogen spelen. Maar ja, fijn is natuurlijk anders. En ja, voor zover ik weet, tot nu toe alle testen negatief. Gelukkig, ja. Dus dat, dat werkt heel goed. Ja. En wat je vertelde, nou, mede doordat ze dus ook in hun privéleven, het leven buiten het basketbal, dus ook ja, het in acht nemen dat ze voorzichtig moeten zijn. Ja, het is een beroep, hè? Dus ze snappen ook wel dat, dat ze bepaalde keuzes moeten maken, willen ze hun beroep goed kunnen uitoefenen. En dat nemen ze gelukkig heel serieus. Ja. Zijn er verder nog dingen waarin de organisatie van de club aangepast is, waar jullie nog extra rekening mee moesten houden om dit allemaal in goede banen te leiden? Nou, je moet wel denken aan de communicatie binnen de bond met andere clubs. Wat zijn de afspraken die daarover gemaakt worden? Zo hebben, heeft de DBL heeft eigenlijk een vertegenwoordiger van elke club die samen een overlegorgaan vormen. Het corona-overlegorgaan van de DBL. Ja. Die hebben geregeld contact ook, zo laatst ook over de avondklok. Wat voor impact heeft dat, hoe gaan we ermee om? Dus dat is heel nuttig en samen met het NSC en NSF is er ook een protocol gekomen die toepasbaar is op het basketbal. En die protocol wordt dan ook weer gecommuniceerd met een clubje binnen onze eigen vereniging, waar bestuursleden en vrijwilligers in zitten. Dit zijn de regels, hoe gaan we dat toepassen in de hal en hoe gaan we dat toepassen bij de spelers? Nou, en van die 12 coronavertegenwoordigers binnen de DBL is er ook nog eentje die wekelijks overleg heeft met het NOC en NSF. Dus eigenlijk zit je op drie niveaus, is er communicatie en wordt er overlegd, zodat alles zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Nou, Nietje, volgens mij heb je aangegeven dat ja, er is een goed protocol, het wordt goed uitgevoerd en alles is gedacht. Maar ja, wat is nou de impact toch van de hele coronacrisis op de club ZZ Leiden? Ja, toch wel groot. Hè? Zoals je zei, heel veel maatregelen die we hebben moeten doorvoeren. Daarnaast de grootste impact is het spelen zonder publiek. Vraag maar aan een van de spelers, wat mis je? Ja, het gejuich, het gezang, het gejoel van de tribunes. Het heeft een enorme invloed ook op de sfeer van de wedstrijd en kan ook een wedstrijd toen beslissen. Dus dat is een gemis voor de spelers. Voor ons als club betekent dat ook een financieel gemis. We hebben geen seizoenkaarten verkocht, ook geen losse verkoop, dus geen recettes. We zijn dus heel erg afhankelijk van de livestream die dit jaar ook betaald is. Dus ja, ik zou zeggen, iedereen die de club een warm hart toedraagt, steun de club en kijk die livestream. Ja, je merkt dat mensen beginnen er toch een soort van aan te wennen. We zijn ook zeker niet de enige club die het doet. Ja, er wordt toch goed gekeken, maar inderdaad, alle steun erbij is welkom. Nou begreep ik ook dat er een speciale aanbieding gelanceerd is wat betreft de livestream. Ja, klopt. We hebben een strippenkaart geïntroduceerd. In typische vorm van ZZ, de benaming. Maar dat houdt in dat eigenlijk alle 9 thuiswedstrijden die we nog te spelen hebben tot aan de play-offs, ja, dat je daar een speciale strippenkaart voor kunt aanschaffen voor €50, inclusief administratiekosten. En dan kan je per wedstrijd 1 strip gebruiken. Maar je kunt ook zeggen van, nou, ik gebruik meerdere strippen voor 1 wedstrijd. Als bijvoorbeeld andere mensen ook een wedstrijd willen bekijken, dan kun je dat delen. Dus je kunt eigenlijk zelf bepalen hoe je die strippenkaart wil gaan gebruiken. En het is een flinke besparing. En je steunt de club ermee als je hem aanschaft. Dus hopelijk gaan veel supporters dat doen. Ja, hartstikke mooi model. Dus wat je zegt, dat je kan hem, wijze van spreken, met 9 mensen 1 wedstrijd kijken. Of je kan als 1 persoon 9 wedstrijden kijken. Daar ben je helemaal flexibel in. Ja. Het zou ook een oplossing kunnen zijn voor uitsupporters. Dus als zij zich goed weten te organiseren, kunnen zij ook goedkoper kijken dan een eenmalig ticket. Dankjewel, Niek van Bemmel. Ja, graag gedaan. Ja, beste kijkers, het is alweer het einde van deze 2e aflevering van ZZ Leiden TV. Dat betekent dat we natuurlijk over een week weer zijn. Maar in de tussentijd hebben we ook nog een thuiswedstrijd tegen ARIS Leeuwarden. Nou, net uitgebreid besproken te volgen op de livestream met een strippenkaart of gewoon met een loskaartje kan natuurlijk ook altijd nog. Die wedstrijd, omdat het een zaterdag is, begint gewoon om 8:00. En dat betekent dan ook altijd dat we een half uurtje daarvoor al live zijn, dus om 19:30. En ook altijd een kwartier van tevoren, dus 19:45, de pregame show, waarin we ook weer een aantal mooie interviews zullen hebben. Dus we hopen jullie allemaal te zien op de livestream. Bedankt voor het kijken.